Goedemorgen, welkom allemaal bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Martin en ik neem je vandaag mee op de boerderij. En wat gaan we vandaag doen op de boerderij? Dat zijn sowieso drie dingen bekend. Dus 1, voeren. 2, instrooien. 3, bosmijn. 4, vergeet koffie. Koffie, dat is lekker. Ik heb vanmorgen, was ik om 4 uur eruit. Ik ben met ze naar een ander bedrijf toe om te melken. En ja, is het dan fijn om 5 uur eruit te gaan? Ja, aan de ene kant wel. Dan ben je lekker vroeg wakker en heb je lekker mooi een lange dag. Maar aan de andere kant is het ook fijn. Na 5 uur was ik er al uit, hè? Dus was ik al aan begonnen met melken. Dus moet nog aan 4 uur, ja, ongeveer 4 uur, kwart over 4 was ik er al uit. Dus ja, hard werk je ook. Ja. Dat is mooi, machtig mooi. Maar goed, het werk moet gewoon doorgaan en dat is het punt. Wat gaan we voor de rest vandaag doen? Weet ik niet. Het is een beetje afhankelijk van het weer. Aangezien het buiten gries is. Ja, ik kan het net niet zien, maar ja, een beetje griesbuit. Neem maar van mij aan, het is griesbuit. Ja, wat moet je voorstellen met bosmaaien? We moeten bosmaaien en dat is bij de stallen. Een beetje werk gewoon, ik zie hem even hier zo. Ja. Bij de stallen, serieus, de stallen, dan moet je bosmaaien. En wat is nou zo mooi aan bosmaaien bij de stallen? Niet. Zulke hoogte onkruid. Ga dat maar eens wegmaaien. Oh, hartstikke leuk, een beetje smerig wordt, maar wat betekent niet. Dat zegt mijn moeder altijd. Dan heb je maar andere werkmoeders zoeken. Ja, dat is ook maar dat je inderdaad andere werkmoeders zoeken. En ik ben boer en ik ben boerharps en ik ook van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Volg je ons op de diverse kanalen. Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Ja, YouTube volg je, want misschien kijk je wel op. Loonbedrijf Vos is het Twitter-account. Volg ons daar, je krijgt een followback terug. Daadwerkelijk, zeker wetens. Volg jij ons op WordPress, loongrondzetbedrijfvos.wordpress.com. Wat hebben we nog meer? Instagram, loonbedrijf Vos. Wat hebben we nog meer? Facebook, loongrondzetbedrijfvos. www.facebook.com/loongrondzetbedrijfvos. VOF. Als je daar volgt, like even de pagina. Het is namelijk wel zo dat de WordPress gekoppeld staat aan Facebook, dus dat is even makkelijk. Dan hoef je niet elke keer op Facebook wat te posten. Misschien, ja, ik doe het wel. Maar goed, dat is tot daar toe. We gaan gewoon weer een mooie dag vandaag maken. Ik zou zeggen, jongens, trap aan en ding. En bekijk mooi de vlog. Hier komt ie. Ciao. Ja, ze gaan ook allemaal naar binnen voor het eten. We gaan ze voeren, dus ja. Kom maar erin. Kom maar. Oh, dat moet niet bijna wezen. We zijn op de boerderij aangekomen, dus we gaan zo op die werken. We gaan zo eens koffie drinken en dan gaan we voeren. Koeien die gaan nu naar binnen, toe, zo. En er zitten al wat koeien, die staan al op zijn plek, dus we gaan eerst naar de koffie en dan gaan we voeren. En dan hebben we een schoonmaken in de stal. Ik ben de stal gevreesd, dus dan gaan we gelijk even schoonmaken. En dan gaan we even kijken, basmaken en daarna gaan we instrooien. Er moet nog 2 tegelijk pissen, dat is leuk. Komt er nog een 3 erbij, dan is het helemaal. Nou, we gaan even aan de koffie nog, dus van dit begin met voeren. Dus gaan we even koffie drinken. Zo, de koffie is binnen klaar, dus we gaan zo langs de koe lopen. Echt mooi. Gaan de koeien nog allemaal naar binnen toe. Je was op de heb je 1. Ik denk dat het ook nog wel een baltje is, omdat ik ervoor neergegooid kan worden, maar de helft heeft geen bal.
Dus dat moet ook nog even gebeuren. En we gaan straks ook even schoonspuien. En dat is hier. Daar hebben ze gevreesd. Kan je wel zien. Er is een ander soort vrezing wat door in die stal is. In die, waar we net in die stal. Maar ja, goed, daar kunnen ze niet zo makkelijk mee uitglijden. De koen die gaat allemaal naar binnen. Je hebt zin in een hapje. En ik gooi even koffie aan. Want koffie is lekker. Ja, we hebben hier ook een bijzondere koe staan, een pink staan, uit 2017. Ik weet even niets, 1995, 2021. Ik kan hem nog even niet vinden. Waar die staat, er staat er een pinkje van 2017. En ik heb hem gevonden. Dit is van 2007. Ik zal de camera wel even draaien, maar dan kan je het makkelijker. Pink die daar staat, die donkere, dat is nu de kopbehal, dat is 2017. Ja, dat is 1811. Maar dit is een bijzonder, want dit is 2007. Dat mag een mooi beest houden, hoor. Dus oh, ze gaan allemaal naar binnen. Vooruit staat weer klaar, maar die hebben we nu niet nodig. En dit moet ook allemaal gebosmaaid worden, ik zal hem laten zien, nog in de achtertoe. Dit moet helemaal kaal gemaaid worden. Dus dit moet allemaal helemaal kaal gemaaid worden. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lukken. We moeten wel oppassen, want er zit allemaal wat spul in. En deze bal moet straks in die stal. We gaan ook nu even niet de stal in. Maar dan moet dus op nette plekken moet dat gedaan worden, dus ja. Ik ga nog even koffie drinken. Ja, ik ga nog even koffie drinken. Ja, na de koffie dan gewoon aan het werk. Gewoon beginnen met voeren. De schoonspuit. Dus ik zou zeggen, eerst even koffie drinken. Tot zo. Zo, de koeien hebben we gevoerd. En nu gaan we bezig met het stalschoon spuiten. Kijk. Zit er lekker te eten. Nou moet ik de slang aansluiten, stroom aansluiten. En dan gaan we beginnen met het afspuiten van de vreesstal, die nog gevreesd is. Dus wat een akelig nette wende. Ja, goed. Even kijken. Ik zie je soms even als ik bezig ga, dan zie ik je zo. Zo, koffiepauze is voorbij. We gaan ook instrooien. Ik moet eerst even een bakkie veranderen. Ja, is een bakkie veranderd, want de bak zit niet de goede bak erop. Zo, en ik zit in het rijden, cameraatje neerzetten. Ja, ja. Voor de mensen die het leuk vinden, zaterdag, vrijdag. En zaterdag 9 september is boerderij Buitengewoon in Tongeren. Een open dag, je zal zo meteen een affiche zien in de filmpje. Dus je zal meteen in de filmpje wel een affiche verschijnen, daar staat het, de flyer staat erop. Ik ga even snel de bak veranderen en dan gaan we de stallen strooien. Ik kom zo, als ik, ik doe dit, en dan zijn we bij je terug. En we zijn goed. Gaan we nu de bakblas maken.
mensen. Ik draai jou even de camera en dan ga je gewoon mee heen. Zo. Ja, we zijn nu in de stal bezig, hier verse handen, verse strand. Lekker. Dan krijg je mooi aan een laplaars ervan. Gaan we de hek hem dichtgooien. En dan, voor het geval dat iemand het hek, de tussenhek losmaakt van de koeien, dan kunnen ze dingen van niet uit. Ga ik nu hem losmaken. De koeien staan nu lekker buiten. Nou, ik ga dit even iets anders doen. Pas op. Klusje van vandaag, een oude schimmel hem opruimen, maar het weg hebben gehaald en dan is het weg gebeurd. Mais is gevoerd. Hij zegt weekend. Nou ja, weekend. Ik moet nog op een ander bedrijf nog wel werken, maar hier heb ik nog een weekend. Ja, ik zal jullie nog laten zien. Vorige keer heb ik gezegd dat ik jullie nog wat zou laten zien over de mais, de schimmel. Nou, dat ga ik je nu even laten zien. Ik ga de camera even omdraaien en dan kan je precies zien hoe het eruit ziet. Ja. Goed, we zijn hier bij het mais en dit is allemaal schimmel. Dit. En dat is slecht voor de koeien. En hoe komt dat? Dat komt door de broeierigheid. Dus ja, dan gaan we daarin en dan gaat het in de mestmulp. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer op ons kanaal. Volg ons ook op Instagram en Facebook en Twitter. En dan zien we elkaar de volgende keer wel. Hey, hoi!